Succes, jongens. Als je niks hoeft te zeggen, ja, succes. Moet je wel zijn. Succes, jongens. Dank u wel. Ah, oh, fuck, mijn fout. Good pass. Jongens, middenlijn, middenlijn. Coming on strong, looking to play their way through now. Stopped emphatically and just as well. The approach play looks very encouraging. Oh, yeah, okay. Nice, lekker. Wat ben je daar hier? Oh, wow. Mag je toch een klote bal? Rustig even, kunnen we het. Kom maar, misschien meer centraal staan dan Sam. Komt hij hier, schaap? Jo. Pasquale. Middenveld in. Niks aan de hand. Dat ben ik. Ze hebben trouwens geen eigen keeper. Oh, dat is cool om te weten. Ook een centerback. Nice. Oké. Die 1, 2 samen. Kijk, zo kom je eruit, jongens. Goed zo. Oké, twee man inzakken. Dus links en rechts pak in ieder geval. En dan nog één iemand. Halverwege de. Halverwege de. Zon naar onder, zon. Hey, even één iemand naar rechts, jongens. Hij staat er helemaal vrij in die hoek. He saw the look from the other player and saw where the pass was going and read it. Goeie actie, Stefan. Oké, okay, we twee man inzakken en dan nog eentje zo'n beetje halverwege de midden eigen helft. Ik heb een gat vier voor jou, Sam. Oh, jammer, goede kopstoot. Daar naartoe, Deadman, daar naartoe. Pak flank. Lekker. Lekker, Ekske. Oh, kom, ik weet niet, ik doe het nou. Ja, mijn fout, sorry. Nee, jongens, pak niet. Ik stond daar precies. Jongens, rustig, rustig. Het is allemaal een beetje rustig, inderdaad, aan mij. Godverdomme, precies ons leven aan het spelen. All
Good forward play from them. That looked dangerous until he made the interception. Willie. Prescott. They spread it out wide here. Chance to get some width into this attack. That attack was looking good. Now the opposition have a chance. Didn't want the referee to blow his whistle and he hasn't. So often you see it, it's a bad tackle and he blows straight away, but the advantage is played. We might get an update on that injury now from our man Jeff Shrews. Jeff. Okay, kijk uit voor die lange inworp langs de lijn. But at the moment, he's carrying on. Jeff Shrews is our man keeping an eye on the benches. Michel, and the referee is letting it go. Willie. Really good to get the opposition this far up the pitch. Nice. Bale. Was... Rustig. Kijk goed of je de pas wel kan geven als je een pas geeft. Lekker, Eske. Goed zo. Voor ons. John? Of ja. Nee, u kan niet. Laat me. Kan gewoon op mij, hoor. Ja, komt u schaap. Ben je iemand bijsluiten dan? Oh, kom, ja. Goed zo. Groen eroverheen. Doe even kort. Jongens, we gaan nu even opbouwen, want dit... We verliezen wel constant door gekke dingen. Kijken wat we gaan doen, hè. Zou Koot op mij kunnen, dan pas ik hem door naar Stefan. Er gaat nu iemand tussen staan. Oh, ja, maar goede versie. Yes, netjes jongens. Netjes Stefan. Lekker mooi op te zitten. Goeie bal, Pieter. Dat is echt makkelijk. Ik niet in de nerves. Goeie bal. Ja, zeker goeie bal. Ik had hem zelf niet eens gezien. Nee, ik zag die tegen deze gevolgen. Even focussen jongens. Daar zijn we begonnen. Zie me weg, zie me weg, laatste minuut. Laatste minuut, zie je weg, zie je weg, zie je weg. Dat is een mistrap, Piet. Volgens mij paast hij hem gewoon twee keer. Nee, hij raakte de bal met zijn standbeen en toen schopte hij hem. Middellijn. Michel.
Rustig, rustig. Kan toch naar de centerback, hè, daar? Ja. Ik heb het gevoel dat de backs allebei steeds naar voren willen lopen. Ja, en dan lopen ze steeds tegen de andere spelers aan. Ze moeten gewoon... Ja, ik bedoel, de CV is zo weinig mogelijk... Als ze onder druk staan, zo weinig mogelijk betrekken met het spel dat ze geen fouten kunnen maken. Probeer toch maar toch echt terug te spelen. Nice. Rust. Nice. Nice. Lekker tijd, man. Zo, dik buitenspel. Even kijken hoor. Kom je nou? Ja. Had je direct onder druk zetten? Heb je. Komt die geel? Ik moet naar de thema benutten, ja. Nice. Oh, jongen, goede aanval, jongens. Oh, goede aanval, goede aanval. Jinx. Lekkere bal, denk ik. Oh, come on, ja. Netjes. Hoe is het? Wat? Wat had er gewoon voor liggen, man? Rustig. Telt het nu als een schorsing, trouwens? Nee. Oké. Mag een geel kaart. Ja, maar je hebt vorige wedstrijd ook een geel gekregen. Dat is geen cup game. Dit was de eerste game, hè, heb ik. Ja, nee, weet ik, maar... Nee, maar ze werkt het niet, dus. Nee. Focus, geel? En ook straks een stuk soort dingen... Dat doen we dan na de wedstrijd, niet tijdens de wedstrijd. Wat? Ja, jongens. Godverdomme. Ongelooflijk. Wat in godsnaam ben ik eraan doen? Goed zo. Nice. Return pass. Lekker. Oh, lekker. Jammer. Dat is wel een goede aanval. Goede aanval. Zo moeten we spelen. En daarom een paasje terug naar die verdedigers. Dan krijg je zoveel ruimte. Oh, lekker. Oh, lekker. Jammer. Het is toch voor het beste spel, jongens. Ik lieg op de grond. Nice. Lekker. Thank you.
Oh fuck, mijn fout. Ik moet dekker spelen, brother. Jawel. Nee. Yes! Nee, je moet zelf gaan lekker. Stefan. Er stond nog een verdediger tussen. Je had al gekund als je hard over de grond zou. Ja, maar man, ja. Man, ja. Zit goed erin. Hij zit erin, jongens. Niks aan de hand. Zou ik voor altijd. Goeie bal. Je moet niet twijfelen. Als je twijfelt, gewoon schieten. Ja, sorry. Goeie bal inderdaad, Rick. Ik ga wel weer. Hoi. Yo, 1-2. Veel van tering, hé. Oh, trappen. Blijf focussen, laatste 3 minuten. Oh, ja, jammer. Oh my god. Kan toch niet, zo makkelijk voorbij. Oh, aan. Nee. Even serieus. Niet zo gaan schreeuwen als de bal nog in het veld is. Oh, doe het pas niet. Gewoon blijf focussen. Pas als hij erin staat, mag je boos worden. Ik heb mezelf gemuild, maar sorry Piet. Ja, John. John, misschien moet ik er volgen toe. Jammer. Oké, we hadden meer kunnen scoren, maar zij ook. Dus, ja, redelijk sorry, even. Die twee doelpunten waren mijn fout. Eerste of tweede wedstrijd? Eerste wedstrijd. Ja, dat is iets anders koek.